Ja, ons is gevraagd om schoolboeken te transporteren van Bonaire naar enerzijds Suriname en anderzijds Curaçao. Wij waren al onderweg naar Suriname en tussendoor kunnen wij dus stoppen op Bonaire om de schoolboeken op te pikken. En namens de Koninklijke Marine voeren wij de transport uit. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit toch een belangrijke missie voor jullie is. Ja, zeker. Het doel van ons bezoek aan Suriname is het intensiveren van de militaire samenwerking met Suriname. Maar het is heel mooi dat we dit kunnen combineren met een goed doel als deze. Waarbij een school in Suriname en een school op Curaçao dus geholpen wordt met deze schoolboeken die hier anders overbodig zouden zijn. Maar dit had toch een andere logistiek. Was het moeilijk? Op zich was het wel te doen. Gelukkig hebben we van alle ketenpartners van Row Cargo hier op Bonaire en Maya Moving. Is alles toch voor elkaar gekomen? Is alles in orde? Zijn de documenten op orde? En dan kunnen wij het nu meenemen. En op de 21ste november kunnen we het afleveren op Suriname. Ik heb toch een vraag. U ziet er redelijk jong uit. U bent toch de oudste officier? Ja. We hebben ook jongeren hier op Bonaire. Die een jong gezicht zien met een heel belangrijke baan. Wat kunt u ons vertellen? Nou, je kunt altijd als inwoner van het Koninkrijk natuurlijk solliciteren bij Defensie. Ik heb specifiek voor de marine gekozen. Ik was op zoek naar avontuur en het vrije leven op zee. Je ziet veel van het buitenland, dat trekt mij persoonlijk heel erg. Dus mochten mensen belangstellingen hebben, dan verwijs ik ze graag door naar de Defensie website voor meer informatie. Dus een boodschap voor de jongeren, wat zou je zeggen? Ja, het is echt een topbaan. Je ziet heel veel van de wereld. Ik vaar nu al zo'n 8 jaar bij de marine. Een heleboel landen gezien, een heleboel havens gezien. Dus echt, ik zou nu ook even niks anders willen.